Hey, allemaal, het gaat nog een 4 mensen. Maar vandaag zit ik in de auto en we zijn lekker in Roosendaal. Zoals je misschien kunt zien, ik ga uitstappen. We gaan tanken. Ik sta lekker bij Texon met de auto. Dus dat moet tanken. Want deze auto gaat terug naar de zaak. En wij gaan onze oude auto, want het is alleen auto, we gaan onze oude auto gaan krijgen vandaag. En dan is het allemaal dus hier. En daarna gaan we gelijk door naar mijn oma. En dus ja, dat is de planning. Ik ben vandaag ook naar school geweest. Het is vandaag weer een drukke dag geweest op school. Heel gevaarlijk als ik over de weg. Maar we gaan, ik ga. Zo. Ja, dan zitten we dan weer in de auto. We zijn, dus daar ben ik een beetje vandaan. Het is weekend weer, lekker weekend. En deze week is best voorbijgevlogen eigenlijk. Ik weet niet of dat aan mij ligt, maar ik vond hem best wel voorbijvliegen. Vanaf de woensdag wou ik gewoon letterlijk een keertje dat donderdag niet bestond. Zeg maar. En dat gewoon vanaf woensdag gelijk vrijdag was. Omdat ik zoveel zin heb in vandaag. Daar gaan we weer lekker naar oma toe. En dat is heel lang geleden. Want mijn oma doet natuurlijk aan het bejachten. En dat bejachtseizoen is nou afgelopen. Dus ja, dus de oma is een paar weken vrij. Denk ik hoor. Ik weet een paar weken, in ieder geval het seizoen. Ja. Wat is dat? Wat is dat? Ik weet niet of het voor mijn 10 minuten of nog maar 4 te zijn. Maar goed, ik ben er blij mee geweest. Ah, daar gaan we hierin. Dan gaan we daarin. Dan gaan we. Dan gaan we daarin. Want daar wordt de auto afgezet. Dus dan gaan we. Ik begin gelijk al te geven. Oei, deze man is een klepje vergeten dit. Dat is niet goed. Net als Ziet het toch goed? Ik ben best een beetje. Anders. Oké. Ja. Kijk, mijn haar, ik moet echt weer naar de kapper. Mijn haar die is zo lang dat het net lijkt alsof ik echt een jaar niet meer naar de kapper ben geweest. Kijk, zo mensen gaan lekker fietsen. En dan gaan we naar de kooi. Zo nieuw. Rodanden, dan gaan we het zo. Op deze keer heel goed aan plekken. Die shampoo mag jij niet gebruiken hoor, die dure shampoo. En dan krijg je misschien heel veel aan. Ik heb gewoon hier nog. Midden aan mijn kist. Mooi. Kijk. Ja hoor. Oké, okay. Keuken.
white t-shirt aan. Hallo? Kun je dat daar binnen mag filmen? Ik ga het proberen. Ja. Ben je mee naar Spanje nemen, jouw white? Ja, zeker. Is dat dan voor een auto? Ja, ik weet niet hoor. Wat? Oh nee. Oh, is een bus. Blijf wel buiten. Ik staat hij. Staat hij? Het is kelder, jongens. Dit is het bedrijf wat daar staat. En hier is onze auto. Dat is een J. Oh. Daar staat hij. Daar staat hij. De bel in de building. Ik heb zojuist een mooie auto gezien. Nou, wij gaan uitstappen, want we zijn bij eindelijk aangekomen. Abba! Nou, auto. Bedankt voor alles. Bedankt voor de rol. We hebben hier ook onze eigen auto. Kijk, dat is onze eigen auto. Hier heb ik ook, dat is een mobiel. Dit is hem hoor, dat is Kelter. We staan er weer hoor, bij onze Kelter. Ja, zo maar. Ja, mag wel. Best eigenlijk, nou begint te regenen weer. In ons maïs, wat is het daar? We gaan hier, ben je afstand nou opnemen van jouw auto? Ja, dat is bij? Ja. De camera wel. Ik wel. Nou staan weer andere auto's. Ja, hallo. Hoi. Grote moment. Een autootje. Wisseltrucje. Mag jij je auto weer ophalen? Fijn. Hey, kijk. Ik heb mij gemist. Ja. Kijk, hier staat mijn droom op. Mijn droomauto. Zeg in één plaats, heb je een krabbeltje voor je nodig? Ja. Heb jij een auto weer terug? Hè? Ja, fijn, ik ben echt blij. Kijk, hier staat er ook nog eentje. Maar dat niet echt in mijn kleur. Dat ruikt hier echt naar nieuw eigenlijk. Echt naar de autofabriek. Wel even abonneren, hè, want het is eigenlijk wel een beetje een dag voor. Want als we bij momen zijn, dan sluit ik het weer af. Ik ga vast naar buiten toe, want ja, ik heb hier eigenlijk niets te doen. Dank u wel. Nou, dan zijn we weer even lekker buiten. Ik zijn alvast naar buiten toe, want ik heb eigenlijk niets te doen daar binnen. Dan, want ik verveel me altijd daarom. Maar hier staat mijn droomauto. Dat weten jullie misschien al wel, dat het mijn droomauto is. Want ik heb deze auto voor, ja deze is denk ik wel al verkocht. Maar het is wel een beetje hetzelfde, in die lengte, kijk hier staat hij. Kijk eens aan. Het is lekker weer in Roosendaal en zodra we bij mijn oma zijn, dan sluit ik alles weer af. En dan is het weer editen en dan is het weer online gooien. Abonneer vooral zeker, want mijn kanaal gaat
viraal groot. Echt waar. Viraal rood. Gewoon rood. Sinds dat ik de video heb gemaakt dat ik het niet goed, dat het niet goed met me ging. Misschien gaat het alleen maar goed met mijn YouTube kanaal. Maar hier staat hij hoor. De Back Building. Onze eigen auto. Jullie kennen het natuurlijk allemaal wel. De Back Building in de Well Standby. Hij is volledig mooi. Dat, daar is de oude. Maar ja, ik vind dit uit zulke heel mooie huizen daar zo eigenlijk daarom. Daar. Ja. Ik zou zeggen, koop je auto zeker hier bij deze bedrijf, hier in Roosendaal. Misschien krijg je binnenkort heel veel klanten door mijn beste auto's. Maar goed, ik ga weer even naar binnen. Kijk, en hier hebben wij allerlei auto's. Wat je, oh ja, kijk eens. Nou, dat is wel wat in. Deze auto. Gaat deze morgen opkrijgen? Ik ga weer even. Nou, het was met partijtje toch wat weer. Voor wat, dat weet ik niet, maar goed, dat is allemaal wel weer wat zo. Het mooiste is dat hier in de straat oh, met tand heeft gewoond. Hier ook in de buurt, daar zijn we in die flat ergens. Dus dat is wel mooi eigenlijk een beetje. Nou, ik wil niet veel zeggen, maar ik ga eventjes op het... Gewoon even op de weg kijken, ik ga gewoon even op de weg lopen. Lekker op de weg lopen. Alsof de voetpad is. Oeh. Ja, grapje. Eventjes snel gaan we eventjes onder de tunnel kijken. En dan denk ik, hoop ik, weet niet. Nou, redden we net, denk ik. Die tunnel, oké, dan gaan we wel iets sneller lopen, maar... Error! Abonneer op mijn YouTube kanaal. Romano Vlog, elke dag een nieuwe video. Oh my.
We kunnen gelijk doorstappen in de auto. Blot. Stopt in uw thuis. Dan gaan we. Ja, dan ga je weer tanken. Dan gaan we weer naar Texas. Ja, daar zijn we weer. In de oude auto, de bekende. Niet bij. Even aan onze Maaike. Ik ben helemaal blij dat ik hem terug heb. Nou, complimenten kunnen al. Dat doe ik ook niet meer rennen dan dit nog. Ik denk dat we de video mee af gaan afsluiten. Ja. Boom. Welke video gelijk aan het beetje bijhoudt. Gaan we nu naar oma, mama? Ja, ik raak gelijk bij oma. Jazeker. Wow, joh, lijkt een dikke bak. Kijk eens, joh. Die was mooi. Met gouden velgen dan. Moet de tas toch, hoor? Ja. Nee, is een beetje zeker bij mij. Want als het wel regelt, dan hebben ze alles. Nou, tas met mijn tasje. Ja, maar het was een beetje nat. Oh, probeer het te zwijten. Ik geef vroeger ook altijd even veel remden naar iedereen zwaaien. Zwaaien is altijd terug, want dat is waarschijnlijk als het ook fiets. Ik dat is altijd zo. Maar met deze twee ramen zijn het best donker, dus daar zien ze het. Dat is voor jou, hè? Oh, je moet niet naar iedereen zwaaien trouwens. Nee, niet voor mij, ja. Ik kan het gewoon zeggen voor de mensen graag in gaan denken, want dat je zwaait om iets te doen. Dan komen ze uit de auto en pakken ze je op. Maar is een keer leuk, ga ik een video maken? Ik ga naar nu. Nee. Oh. Dat is wel veel. Ik snap ook weer, ik kan er wel. Oh my. Hoe komt dat nou dan? Gosh. Nee, omdat ik die video niet maak. Ja. Kijk maar naar, joh. Ik had jou als eerste eigenlijk. Jij aan. Ja. Oh, dan mocht je weer even uitkrammen. Kijk eens, mijn haar is stil onder de rozen. Rozen. Dat is erg niet lekker, ouwe. Komt door de gel. Die gel is niet goed. Kijk eens. Abonneer eventjes, want we zijn bijna bij de wegenbelasting. We zijn echt lekker, hoor. We gaan echt lekker met abonnees. We gaan echt lekker. 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 Ik heb ook al lid van de doel van Tupac. Iedereen heeft tegenwoordig oranje. Kijk hier ook. En dan bij ons dat ook gaan doen. Hier ook, kijk eens hier, joh. Schijker uit, joh. Een paar weekjes voetbal. Moest een hele straat onder versieren. Dat is net kerst. Dat was bij ons ook thuis gaan doen, nou. Rosada. Oh, Rosalaar. Rosada, Rosalaar. Ik weet het ook niet wat ik allemaal zeg. Rosada. Waar zit dat? Rosada. Ik proza maar. Kijk, de flat die is opnieuw gebouwd. Want toen we op vakantie waren, was ik kap op Instagram. Die is duur. Wat zei jij? Dit is duur. Dan. Allemaal. Ja, dat is oké. Dat is een vrij
misschien. Oh, hier staat Roosendaal. 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 Wat het eerste is, mijn frituur gaat dicht. Waar ik al friet haal, dat gaat dicht, dat wordt verkocht. Waar moet ik nou friet gaan halen? Moet iemand aan de andere kant van het dorp om friet te halen dan? Ja, ik ga dat niet betalen hoor, ik heb niet zoveel geld. Het zal wel heel veel duren. Best goed hoor. Maar het moet helemaal aan de andere kant van het dorp. Ja, ik had op het einde van het dorp, dat is bij Sprul, moet ik friet gaan halen. Daar ben ik ongeveer 10 minuten mee bezig. Om bij zo'n friet in friet heb te doen. Niks krijgen. Allemaal, allemaal. We zijn bij oma, dan wordt het. Hey, dan heb ik het slecht nieuws, want dan gaat ons video afgesloten worden. Maar geen getreur, mijn moor komt er weer niet online. Nee, want ik heb de mail van. Misschien voor het Wiesmaats, ik blijf wel 65 euro. Nee, want ik heb de Wiesmaats. Ja, ik zeg, ik laat het niet uitpraten als de vraag eraan staan. Want iedere keer als ik bezig ben met een video te maken. En als jullie kijken naar mij toe, naar mijn video's te kijken, dan gaan ze jullie te lachen om wat ze zeggen. Wouter? Ja, dat is Wouter. Ja, dit zijn allemaal privézaken, heb je nog niks meer te maken, maar ja. Wie kan ik weer eens uit? Eigenlijk moet je het kanaal liever wel houden. Want ja, hey, met 1000 abonnees kan je geld verdienen. En nou, maar ik wil natuurlijk gewoon voor het pakket worden, hè? Vraag van de leasemaatschappij. Nee, niet raad denken, nou, hé. Van de leasemaatschappij, we zijn bij de fles. Kijk eens even aan, daar achter. Oh! Ja, met je nalen. Ik ben zo blij dat ik het nog mooi heb. Met tanden, ja. Dus, hij heeft nog niet, dat is gewoon allemaal eerlijk nog netjes gedaan. Allemaal. Je mag van alles. Maar met de kijk eens, daar staat de flat. Wow, de flat, die heb je mooi op beeld. Ja, maar. Maar ik krijg eigenlijk, ik heb voor 2700 euro de kunnen kopen. Oh, toch even dat hij ging zwaaien, maar hij zat pak je nou hier in de buurt van school. En mijn kijk eens hier, er zit al een vol luizen. Kijk, daar staat een flat hoor. Jappatapata. Omdat hij niet gemaakt is. Kijk, dat is ook zo'n raar vrachtwagen. Kijk, dat is ook zo'n leuk ding, hè. Raar leuk ding. Leesmaatschappij, oh. Die doen mij 300 euro. Oh, ja. Dingen rekening brengen en bij banken is het eraf gegaan. En daar zijn we bij oma. Lang geleden. Jabbel op de achtergrond. En we gaan even een mooie, mooie foto maken van deze van fantastische mooie. Ja, zeg. Kijk, we zijn weer lekker bij ons omaatje aangekomen. Hè. Bij oma, hè. Dus lang geleden. De laatste keer was nog in 2 weken geleden. En dan was het, toen waren we daar zo ook. Maar zoals jullie weten zou ik bij oma al de video gaan afsluiten. En dan ga ik lekker mee Atje doen. At is mijn opa. Ja, dat is mijn opa. En dan die ga ik die wil natuurlijk altijd wel lekker bij. Oh, dat is wel maar dat is wel helemaal hoor. Ja, wij gaan even doen. Kijk, jullie gaan met de lift. We gaan lekker trappen. Op. Ik heb er zo lekker veel zin in, hè. Lekker weer bij opa's en oma's. Ja, bij Adje, bij oma natuurlijk. Ja, ik kijk, weet je wat raar is? Het is mijn opa. Maar ook weer niet. En daarom loop ik hem gewoon bij zijn naam. Ad. Ad patat. En daar staat hij. Goedendag meneer. Hoi meneer. Kijk, dit is hem. Dat is lang geleden. Dat is zeker lang geleden. Kom binnen. Dankjewel. Hoe is hij allemaal? Ja, prima. Mooi zo. Dag mevrouw. Hoe is hij? Nou, een kusje. Mooi zo dat alles goed gaat.
Nou, dat was het weer voor deze video. Duimpje omhoog, abonneer. En tot de volgende keer.